Nou, wat een organisatie. Pet je af. Ik doe zelf ook televisie, Ja, maar wanneer ik dit zie, dan zeg ik van, er is gewerkt aan dit programma. Of er wordt gewerkt aan dit programma. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Zo, welkom back. Business is Sour, we zijn terug. Nogmaals, vergeet niet te abonneren op onze YouTube-channel, Instagram, Facebook, TikTok. We zijn overal. Ja, je hoort het, we zijn overal. We zijn vandaag weer op de beeldbuis, ATV. En we halen de topman, de nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1. Ik kan het niet zo lang als hem, maar hij is vandaag in de auto. Ik denk al dat je weet over wie ik het heb. En we zijn net aangekomen thuis bij hem. We hebben hem netjes thuis opgehaald, zoals hij dat heeft gevraagd. Business in Style is at your service. De heren van Improza zijn ready. En laten we even kijken wat nummer 1 te vertellen heeft. Ik zal nog geen namen roepen. Nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1. Keep watching. Business in Style. Ik denk dat hij al ready is. Hij komt eraan. De deur wordt voor hem opengemaakt. Henk! Wauw! Wow. Daar ben ik blij, daar ben ik blij. Als Henk zegt wauw, dan ben ik blij. Mooi. Je verrast me. Ik zie je met een jasje. Ja. Als ik was, had ik ook een jasje aangedaan. Nee, Rik is ouder toch. Dan moet ik een jas toch, goed eerlijk. Rik is ouder. Ja, maar weet ik, ik kom lekker sportief in de auto. Maar we zijn thuis, dus eigenlijk, ik kan longo tek was aan. Mijn atrobi veel van jas. Even wat, ik kan longo tek was aan. Je moet zeggen. Maakt niet uit, als je lekker voelt, mag je zo. Maar als je zegt, ik wil een jasje. Laat het zo doen. Helemaal lekker, goed, lekker comfortabel. Okay, ja, lekker super. Top. Welkom in Business in Style. Want anders verschillen we toch. Is het, lijkt me, dus voor het programma lijkt het me beter. My surf is at, okay. At your service. Ik kom direct. Alsjeblieft. Ik zeg, doe gewoon een jasje erop. Super. Ja, hij doet even een kobertje, jasje. Henk heeft mij in een jasje gezien. Henk wou een jasje. Dus we hebben gezegd, Henk, je hebt je award. Staat ook in de auto, minus op je eten. Dadelijk hier in de op ons massaan. Henk komt eraan met zijn jasje. En dan gaan we verder. Hij komt eraan. Hij komt eraan met zijn jasje. Hey, wauw. Wow. Nogmaals. Nogmaals. Maar is mooi voor het televisieprogramma. Hè? Hoe je uitstapt. Hey, Henk. Welkom in Business in Style. Zoals we hadden gesproken. Bij het restaurantje Hook & Catch. De wow. Avond. Yeah. Hadden we elkaar hadden kennis gemaakt. En ik zou zeggen, we gaan even naar twee partners van ons. En je hebt genoeg gifts in de auto. En we gaan racen van 0 naar 100. We gaan deze boys testen, wat ik met iedereen doe. Zo. Ja, van 0 naar 100. We zijn begeleid. Improza, de top boys. Voor en achter ben je begeleid. De deur wordt voor je opengedaan. Ik zou zeggen, let's go. Oh man, als jij verdient het. Let's ik go. Voel me super. Super, geweldig, geweldig. Ja, heerlijk. En dat is super. Een lekkere wagen, man. Ja. Cherokee ja. Jeep van mijn car dealer MN Car Center. Aan de Quattaweg, ook Belladonnastraat. 2020, Cherokee Jeep. Henk, welkom. Voel je vrij. Stel je vragen. Het is niet your typical Surinaamse productie. Het is gewoon vrij. Henk, wanneer heb jij... je seatbelt nog even, Henk. Super. Ja, deze moderne auto's laten alles weten, hè? Tuurlijk. Ja, ja, ja. Even mijn vragenlijst hier zetten. Henk, wanneer heb je het levenslicht gezien en hoe zijn... Laat me beginnen met hoe zijn je dagen tot nu toe? Hoe druk heeft Henk het? Want gisteren was je super, lekker druk. Super, super druk ja? Deze dagen. Ja, er is zoveel gebeurd de afgelopen tijden. Mm-hmm. En dat heeft zoveel energie gevraagd. Ja. Ik had een overlijdensgeval. Oeh, dat is nooit mooi. Nooit mooi. Leuk, leuk om mee te maken. Ik heb pas mijn 75ste verjaardag gevierd. Dat was ook een groot feest. Weer de voorbereidingen. Ja, het ja, feest ja, zelf. Ja, 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 ja. Ik heb een geweldige trip gemaakt naar Kininipati met een grote groep. En okay. Ik heb een beetje leiding eraan gegeven. Dat is de Karo Crew. Dat is mijn vriendenkring. Oké, Karo Crew is een vriendenkring. Ja, 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 vaste ja, ja. Crew waarmee we altijd op reis gaan. Oké, okay. En... ja, organisatorisch ben je daar dan ook bezig. Ja, ja, ja. En dan natuurlijk al die feestdagen. Ja, dus... dat tussen die we hebben gehad, hè? Ja. December. Ja, ja. Ja, ja. En
En ik ben een hengelaar, want dat vult mijn programma ook. Het is een sport, maar je wordt er echt ook moe van. Moe van, hè? Zoals kwikwies. En ik heb veel gevangen. Ik ga je niet van je jokken. Mm-hmm. Het was een goede vangst. Dus toen ben ik een tweede keer gegaan. Weer een goede vangst. Okay. Toen kreeg ik een uitnodiging van mijn vriend Orlando Schima om kubies te gaan vangen. Ben ik kubies gaan vangen op de Suriname rivier. En dat allemaal dus in januari, zeg ik dat goed? Afgelopen 2-3 weken. Ja? Okay. Mijn jaardag was wel in december, hè? Okay. Maar de rest is januari. Dat past pas door. Mooi, mooi, mooi. Je had gisteren een mooie dag. We praten er straks over. Laat me een vraag stellen. We kennen Henk vanuit de televisie, de mediawereld. Ja, ik ben opgegroeid met Henk van Vliet als de man van de nummer 1. Yes. Alle jongens in mijn buurt wilden langer nummer 1 uitroepen dan Henk. Nooit gelukt hoor. Daarmee zo. Wie is Henk qua karakter? We kennen je van de televisie, maar de mensen die je dus eigenlijk dagelijks niet meemaken. Wie is Henk karakterwijs? Karakterwijs, heel rustig en een grote optimist. Oké. Ja, zo'n grote optimist dat mijn moeder zelfs een keertje gezegd heeft. Mm-hmm. Henk, een keertje moet je met je vuist op tafel slaan. Een keertje moet je de zaak ook van de andere kant bekijken. Klopt. Dan meteen, mama, nou, you make me, nou, Klopt. De mensen zeggen, Henk, je lacht altijd, je hebt een smile op je face. Ja. Ik probeer alle weer in de sfeer van me te houden. Ja, en ja. Als er problemen zijn, ze ook goed op te lossen. Lossen, ja. Zonder dat ze een nawerking hebben. Dat is belangrijk. Je probeert altijd boven de situatie te staan. Dat is het mooie, toch? Dat is het mooie. Ja, dat is het mooie. Super. Ja. Oké, je hoort het. Met sirene. Helemaal is dat. Boy. Jongen. Alsjeblieft. Een man die het allemaal verdient, hè? Je verdient het. Een ervaring die ik eerder niet heb gehad. En dan krijg je om met escorten te begeleiden. Begeleiding te regelen. Wauw. Super. Mooi. En je mediawereld, laat me de vraag ook stellen natuurlijk. Het is een programma waar veel mensen naar kijken. Waar is het allemaal begonnen voor jou? Want je bent, je praat net over, je hebt je 75ste verjaardag gevierd, jongspas. Hoe is de liefde voor de media begonnen? Nou, ik denk vanaf mijn wieg. Want sinds ik mezelf ken heb ik belangstelling gehad voor de radio en de media. Okay. Ik had twee zussen, hè, Dorothy en Wally. En thuis hadden we een radio staan en er was maar één zender in Suriname, Afros. Was in de Cultuurtuinlaan, later aan de Gravenstraat, toen nu Henk Aronstraat. En de radio was de hele dag aan. Mijn grootmoeder, oma Anna, hield van muziek. Mijn zussen hielden van muziek. Maar die twee, die vochten vaker hoor, want die ene was Pat Boone en die ander was Elvis Presley. Dus je begreep. Maar ik maakte dat mee. Ja. Ik moest brieven van hun, fanmails, naar de Afros brengen om liedjes aan te vragen. Soms hadden ze ook quizprogramma's bij de Afros en dat deden ze mee. Dus ik werd gauw betrokken in het radio gebeuren in Suriname. Ja. Nou, ik had de nichten ook. Jenny, Marcia, Margaret, Willy. En met hun gaf ik shows. Ik bouwde een podium en ging daar staan. Mm-hmm. En zij waren mijn backgroundzangeressen. Gewoon, en dat als jongen van 8, 9 jaar. Dus, als ik zo naar je luister, was je heel creatief. Want daar begint het toch ook een beetje. Je moet wel die creativiteit hebben. Nou, als ik het zo bekijk, zeker wel. Ja. Want als ik de moeite neem om een podium te bouwen, Klopt. En met hun te gaan staan en zingen. En weet je welk liedje we zongen? Ik weet het nog zo goed. Deo, Deo van Harry Belafonte. Okay. En dan moesten zij zingen, koor zingen, weet je. Ja. Nou, toen ik 8, 9 jaar was, kreeg ik ook een quattro cadeau van mijn moeder. Ja, dat speel je ook nog steeds, hè? Als ik het goed heb, of niet? Nou. Ik kan wel een gitaar in mijn hand houden en een beetje spelen. Maar niet dat ik zeg van, ai. Ik kan op een podium. Oké, nice. Ja. Alhoewel ik wel op het podium heb gestaan hoor. Ik heb meegedaan aan een songfestival in Thalia, waar een grote artiest toen hadden meegedaan. Okay. En ik ben geëindigd op de 7e plaats. Oh. Maar ik was niet alleen, ik had een groep, de Johnson's Family. Vraag me niet hoe aan die naam zijn gekomen toen. Okay. Dat had iets te maken met president Johnson, die toen de president was van Amerika. Ja. En we voelden ons geweldig, de Johnson's Family. Grappig dat hoor. Heb ik een liedje gezongen, Just One Look, van Doris Troy. Hè? Okay. Samen met de anderen. En toen heb ik wel gitaar gespeeld hoor. Weet je wie gewonnen had? Nee. Ken je Clarence Breveld?
En heb Hans Breveld? Hans Breveld ken ik wel. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Zijn broer Clarence had een groep, The Little Stars. Een grote groep. Ja. En die hebben toen gewonnen. Gewonnen. Ah, maar andere grote artiesten hadden ook meegedaan. Ja, ik denk aan Eto Setni. Maar het zijn, je weet, Oropokomaks. Klopt. Zeggen de jeugd niets. Nee, maar de jongere generatie zou dat zeker niet zeggen. Ja. Nee. Oké, okay, dus, mooi. Dus, dat was toch wel een eer? Ja. Oké. Okay. Ga je gang, je mag praten, hier zijn we vrij hoor. Nou, thuis speelde ik kerstliedjes onder de kerstboom. Dat zijn de familie natuurlijk met kerst, weet je. Mijn zussen met hun partners, mijn moeder. En dan moest Henk kerstliedjes spelen op de gitaar. Nice. Maar radio gebeuren. Toen ik op de Verwijnschool zat, ontmoette ik ook Gerold Fabus. En hij had dezelfde belangstelling als ik voor de omroep. Ja. We spraken over populaire platen. Dat was Otis Redding. Oh, ja. Net kwam Otis Redding in. Ja. Soulmuziek, et cetera. En we hebben toen samen een DJ-set gekocht. Ja. En gingen we spelen op feestjes. Mm. We hebben het zelfs klaargespeeld om onze klas waarin we zaten, dat was 2F van de Verwijnschool, hebben we zover gekregen om met klassikaal te spijbelen om naar een feestje te gaan. Zo! Dat was ook niet mooi. Klassiek, zo! Dat is, maar dan moet je wel iedereen achter je hebben, hè? Iedereen, want de code was, als er iemand die dag naar school zou gaan, zou die een probleem hebben. Oeh. En los daarvan, we wisten van tevoren, ja. en dat op aangeven van een leraar die iets had gehoord, ja, een jonge leraar, die een leuk idee had. Als jullie het doen, met z'n allen, want als de helft komt, krijg je de andere helft zeker straf. Zeker. Maar het hoofd van de school, de heer Orna, die zou niet de hele klas kunnen afschrijven van de school. Nee, klopt. Het enige wat we moesten doen, met een briefje van onze ouders komen van... Maar hoe doe je dat dan? Dat de hele klas met een briefje komt, dat is toch een beetje opvallend? Is opvallend. Dat is opvallend, toch? Ja, de ouders moesten toen wel ingeschakeld worden. Ja, maar laat me het ervan zeggen. Ja. We hebben geen problemen gehad met onze ouders, want ze vonden het achteraf toch wel dapper leuk van ons, gezellig dat we dat hebben gedaan. En een eenheid, hè? Dat die klas een toch eenheid. Wel een eenheid. Ja, een eenheid. Daar gaat het allemaal om, dat je die eenheid... Nou, bekende Surinamers van later zaten ook in die klas. Ik denk aan Freddy Brug, hij is later een grote vakbondsleider geworden. Hij is ook parlementariër geweest. Pengel in de klas. Zoals ik zei, Gerold Fabus. Je had Roy Sonder van. Dus allemaal... bekende mensen. Ja, waarmee je optrokken. Oké, waarmee je hebt gezocht. Ja. Zo, Henk, we zijn heel dicht bij onze eerste partner. Dat is Joe op Zeefabriek. Die zitten hier aan de Wakkapassie. Ja. En dan gaan we even, worden we nog steeds begeleid door Improzer. Gaan we even kijken waar we mogen parkeren. En dan krijg je ook even een geschenkje hier van Joab. Ja, zo gaat het. Kijk, mijn team staat al ready. Je ziet het, helemaal georganiseerd. Nou, wat een organisatie. Petje af. Ik doe zelf ook televisie, maar wanneer ik dit zie, dan zeg ik van, er is gewerkt aan dit programma. Of er wordt gewerkt aan dit programma. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Mooi. En dit is televisie, toch? Ja, dit. Super. We gaan uitstappen. We gaan even kijken. We wachten even op de begeleiding. Gaan we naar binnen, jongens? Ik denk dat we even naar binnen lopen. Dan kunnen we gaan. Laten we kijken wat Joab te bieden heeft. Hè? Let's go. Ik ben benieuwd. Let's go. I just want to start. Down in your heart. Down in your heart. I just want to. I just want to stop. A great big place. I just want to. I just
Yes, Henk. Je eerste cadeautje voor de dag. Geweldig. Super, super, super. Het is goed in elkaar gezet hoor. Thank you. Thank you very much. Hey, als je het van Henk hoort. Dan ben je naar Miwa. Ben je naar Miwa, dan Henk. Wil je niet komen rijden? Super, super. Maar... Ik voel me als een minister nu. Ja? Ja, met escort, De deur op je opgeleiding en kijk je. Mooi. Hey. thank you. Is nice, nice. Ja, zeker weten. Dan hebben we ook nog 3 camera's voor je waar je in beeld bent. Je bent helemaal goed in beeld, dus je mag hem overal zeggen waar je je boodschap wil meegeven. Dan gaan we verder. Alright. De Wapzeefabriek die hebben we gehad, onze eerste partner voor de dag. Voor de hoe is hun productie? Sorry? Hoe is hun productie? Van Joab? Joab, ja. Om eerlijk te zijn, zei ze, heb ik me nog niet verdiept in hoe en wat. Ja, ja, ja. Ze zijn gewoon mijn partner en dan krijg ik meestal de geschenkjes van ze. Ja. Maar verder ben ik nog niet echt bij het bedrijf zelf gegaan. Ah, ja. Nee. Maar interessant. Kijk, deze dingen moeten we ontwikkelen, dat, toch? Dit is wat we moeten pushen, toch? We hebben grondstoffen die koelkosten. Nou, laten we eerlijk zijn. Huh? Nee, je hebt gelijk, dat moeten we echt gaan pushen, man. Wanneer ik kijk dat die mannen zijn begonnen met een glasfabriek in Suriname. Waar is het? Ja, hout. Die mannen zijn begonnen, die mannen zijn begonnen met, je weet, tandenstoker. Stoker, ja. Waar is het? Waar is het? Niets van terechtgekomen, niets. Een cassavefabriek, een ananasfabriek, je weet. Ja, het is dus, ik weet niet waar. Wat er gebeurt, nee, kloppen, en wat er... Boeien, maar ja, laat over leuke dingen praten. In style is dat zo. Ja, in style. Ja, dat hebben we ook gehad net. We rollen een beetje. We zitten in de luxe bak van M&K Center. De jongens van Impro's ervoor. Henk is helemaal onder de indruk. En dat maakt mij blij. Dat maakt mij blij. Want deze man is niet vandaag de dag op de televisie. En ik kan ook heel van je leren. Hè? Henk, heel veel. Heel veel. Dus om zo'n idool en een grootheid naast me te hebben, doet me goed. En Henk, we gaan de vraag stellen. We gaan de vraag stellen, de ups en de downs. Laten we beginnen met de downs, zodat we kunnen eindigen met een up. 1 down in je moment dat je niet kan vergeten. Dat je zegt, ah, dat was echt een moeilijke periode in mijn leven. Nou, dat is toen ik bijna dood ben gegaan. Zo, echt serieus? Ja. Zo, je maakt het direct stil. Ja. We gaan van lachen naar stil. Zeg het. Dat is serieus. Een aanrijding. Oeh. Aan de Domineestraat. Ja. Waar vroeger Apinti was, daar had je ook een service station. Ja, een service station Apinti. Nu heb je een casino daar. Reed ik op een bromfiets. Ik was een jongen van pakweg 19 jaar. Ja. Kwam er een Volkswagen vanuit de Keizerstraat en maakte die bocht naar de Domineestraat te groot en kwam op mijn rijhelft. Ik heb met mijn voorhoofd de voorruit gebost. Oh, dat is niet leuk. Oh. Ik heb een week in coma gelegen. En ja, de familie maakte zich al zorgen. Zeker. Coma is geen makkelijke boy. Dus toen ik bijkwam, en dat is een mooi verhaal. Ja. Ik weet niet of dit programma toelaat om het zo te vertellen. Oh, tuurlijk. Is je dan toch als je het wilt delen hoor. Er was een moment dat er om mij gestreden werd in wat wij kennen en leren als hemel en hel. Ja. Ik heb het beleefd. Ja. En toen moest er een beslissing vallen van... Waar ik naartoe moest gaan. Ja. Dat helder licht, helder, echt wit, zoals het ons ook wordt voorgesteld. Klopt. Of een hel. Dus volgens mij is de mensheid daaraan ook gekomen door deze visioenen van anderen. Nou, en toen de beslissing moest vallen van, hij moet naar de hemel of de hel, werd ik wakker in het ziekenhuis. Dus je was... Ik lag in het diakonessenhuis en deed ik mijn ogen open. Ik was er nog niet klaar voor. Je was er nog niet, dat zou ik net zeggen. Het was nog niet je tijd. Het was nog niet mijn tijd. Nee, het was nog niet je tijd. We rijden nu. Ik kan je langs de plek brengen. Waar het is gebeurd. Hier toch? Dat is iets verder, toch? Ja, hier. Als we daar zijn. Laten we even kijken. We kijken waar ze naartoe gaan. Maar dan kan ik het je wijzen vanuit de auto. Want we moeten daar passeren. Klopt. Ik weet niet waar ze gaan rijden. Alright. Het heeft 3 maanden geduurd. Voor ik weer aan de slag kon. Ik moest revalideren. Ja, zware hersenschudding. En mensen zien het niet, maar ik heb een heel littekens door het glas, door het glas in mijn gezicht. Ja. Maar de artsen hebben me fantastisch geholpen. Kijk, dus die man kwam vanuit deze kant uit. Okay. En maakte die bocht te groot. Ja. En ik was dus netjes daar, links. En heeft me aangereden. En ik ben in de lucht gevlogen en met mijn hoofd op de ruit gevallen.
Zo. Dus dat is heftig, dat is het punt. Hè? Ja, ja, ja. Dus als je wil stappen erover, dan kunnen we stappen. Dan gaan we naar de ups. De ups. Yeah. Let's go to the ups. Nou, that's my whole life. Ja. Yeah. Dat is... Heel traject, hè, wat je hebt meegemaakt. En yeah. Zeg ik het goed? Ja. Yeah. Ja, toch? Nou, het begon allemaal natuurlijk bij Radio Pinti. Toen ik zo uit de schoolbanken werd geplukt door Henny de Siel en Apinti werd gebracht. Ja, want hij verzorgde daar een programma Zondagmorgen Causerie. En directeur Eddie Vervuurt vroeg hem van... Heb je niet een jongen die ik kan gebruiken hier? Ik was 16 jaar oud. Dat heb ik over gelezen, ja. En ze zijn me toen thuis komen halen. Je moet je aanmelden bij de directeur van Radio Pinti. Nou, en dat was in de vakantieperiode. En dan mocht ik beginnen op 1 november 1964 als fulltime omroeper. Dus eigenlijk een beetje kinderarbeid, maar ja, oké. Okay. Ja, maar het was wel leuk. Het was super. Het was... Maar dan heb je thuis een moeder die zegt van, wat een zieltje, jij moet doorstuderen. Ja, ja, want vroeger was maar het... aan de andere kant zei ze van, Henk, ik weet dat het je passie is. Ik weet dat het je leven is. Je speelt thuis omroeper al en dat soort dingen. Want dat wist hij niet de ziel, daarom dat hij mij voorgedragen. Nou, ik moest er beloven dat ik door zou gaan studeren. En dat heb ik gedaan en ik heb me niet teleurgesteld. Okay. Maar welke studie kies je in 1964 als een jonge man die ervoor gekozen heeft in de media te gaan in de omroep? Ja. Het enige wat ik kon doen was onderwijsacte. Want je had geen journalisten. Klopt. Journalist is allround. Je leert psychologie, je leert pedagogiek, algemene kennis, et cetera. Dus heb ik daarvoor gekozen. Ja. En dat is mijn studie. Er waren minder mogelijkheden toen, hè? Veel minder mogelijkheden. Want eigenlijk zou ik naar de handelsschool gaan. Omdat ik goed was op school. De rekenvakken, et cetera. Dus niet eens een andere richting dan echt handel. Maar dat ligt me niet, heb ik later ook gezien op latere leeftijd. Ik ben niet een echte businessman. Ja, een handelaar. Ik ben meer... Een mediamannetje toch? Een mediaman, echt een mediaman. Een mediaman, een beetje gastheer. Ja. Twee gastheren, opkomende gastheer als mezelf met een topper als Henk van Vliet. Dat is een eer voor mij om je te hebben. Super. Ja. Nogmaals hartstikke bedankt om aanwezig te zijn. We zijn nog steeds lekker aan het rollen in style. Yes. Henk, ik heb vernomen, ik had gisteren Cynthia in de auto. Cynthia McCloy. Ze is ook bij... Ja, gisteren. Ze was er ook. Dus na mij is ze direct, hebben we er afgezet, is ze direct richting Highrise gegaan. Okay. Ja. En ze vertelde me, Henk moet een award krijgen. En ik heb vernomen dat de award hier achter op de bank bij mij ligt. Klopt dat? Zo. Ja. Dan heeft je assistent erop gelegd. Dus ik wil hem pakken. Ik moest hem aan je assistent geven. Ja, we gaan hem zo even bespreken. Waar ging het allemaal over? Ik wil het niet gaan verklappen, ik wil dat je het zelf vertelt. Wat was het gevaar gisteren bij Highrise? Highrise, kort samengevat, het was een waardering voor wat ik heb betekend voor de media en de entertainmentwereld in Suriname. Okay. Kort samengevat, dus daar komt het. En ze hebben eerst onderzoek gepleegd, want je begrijpt, de mannen van de Rotary, dat zijn geen makkelijke jongens. Ja. Als iemand een award gaan overhandigen, dan moet de persoon volledig voldoen. Klopt. Ze hebben eerst echt, geloof het me, research gedaan. Onderzoek gepleegd. En het mooiste voor mij, die gedecoreerd werd, is dat ze unaniem alle rotary clubs van Suriname mij hebben uitgekozen. Want ik heb begrepen dat er soms ook wel discussies waren die het worden. Bij mij was het unaniem en dat vind ik zo'n eer. Dat die mensen die toonaangevend zijn in onze maatschappij. Toppers. Dat ze mij voor hebben geschoven. Exact. Ja. Super. Nou, geweldig. Gefeliciteerd. Dank en hoe roepen ze zo'n award? Is het een lifetime achievement? Zeg ik het goed? Want ik las iets vanmiddag. Zeg ik het goed? Nee, het is een... Maakt niet uit. Want dat was ook best wel een vreemde naam. Maar ik dacht, ik hoorde van mensen, is een lifetime something. Nee, dit is geen lifetime. Het is, ik las het net met... Ja. Nou, de award die ik heb gehad is de Vocational Excellence Award. Oké, Vocational Excellence Award. Ja. Zo, oké. En als ik kijk naar mijn voorgangers, dan voel ik me nog trotser. Je noemde de naam al. Van Cynthia? Cynthia McCloy. Ja, Eddie Jarrap. Zeker, grote namen. Limapo, je weet toch. Dan zeg je van, toch wel fijn dat ik op die manier ben beoordeeld door de aanmerking ben gekomen voor zo'n award. Zeker, super. Gefeliciteerd.
Thank you so maar much. Dit keer in style, hè? Gefeliciteerd in style. Je bent helemaal in stijl. Maar dit is in stijl wat ik nu beleef. Helemaal. Ja, dat is het programma. Kijk, kijk hier. Helemaal. Give me the shit. Give me the hand. Give me the hand. Thank you. Thank you. Helemaal. Mooi, helemaal, mooi, helemaal. Mooi. Nee, er was sprake maar, erover. Zeg ja, want je zegt je bent een upcoming televisiepresentator. Maar ik moet zeggen dat wat je nu doet ja. al zo professioneel is dat ja. je geen upcoming meer bent. Maar dat je nu al, je kan rekenen tot de top. Want ik om zo'n programma. Zo, voor uit zo'n stijl van zo iemand. Zeg maar. Om zo'n programma in elkaar te zetten. Ja. Ik heb alle ervaring wat dat betreft. Ja. Dan zeg ik van. Boy, met begeleiding, die auto, de afspraken die je maakt, de voorbereiding, al de mensen die hun medewerking verlenen, om ze zo ver te krijgen. Ik weet niet hoe je het hebt klaargespeeld, maar ik maak jou nu mijn complimenten. Thank you very much. Je hoort het, Henk van Vliet. Anoop, het is een Surinaamse productie. Anoop, Timang, Biggie Maf Kondre. En als ik het hoor van Henk, dan doet het me goed. Extra goed. Super. Thank you very much. Keep it that way. Thank you very much. We hebben ook grote gasten gehad in de auto, zoals Karin Revos, die was ook helemaal onder indruk. Mauri Nipte. Ja, ja. Dat zijn allemaal mensen die ik ken ja, natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. Cynthia ja. McCloud gisteren nog in de auto. Ja. Dus bij mij ging het er allemaal om, zodra ik de televisie, kwam terug uit Nederland, zodra ik de televisie aandoet, zie ik te veel Amerikaanse programma's en buitenlandse programma's. Wat doen wij hier? Dus ik ben gaan zitten en gaan denken, je hoeft het wiel niet meer uit te vinden. Maar hoe, op zo'n Suriname zegt van je kleuring. In welk jasje stop je zodat het jouw identiteit krijgt? Kijk, ja. Het probleem is financiering. Klopt. Van elk televisieprogramma. Ja. En daarom mijn complimenten aan jou. Dus dat je al de mensen hebt gevonden om te investeren in dit programma. Maar dan kan je een mooi product leveren. Nee. Ja. Begrijp je? Want je moet nagaan. Ik weet niet of je het doorhebt, maar het gebeurt sluimerend. Steeds meer zie je zenders erbij komen. Ja. Dat je... Pakweg nu 60 tot 70 televisiezenders in Suriname. Ja. Met een bevolking van rond de 600.000. Ja. Met een maatschappij met pakweg 200, 250.000 arbeiders. En al die 70 televisiezenders moeten het hebben van die kleine economie. Ja. Van die, het klein aantal sponsors. Hoe vind je dan dat geld om goede producties te maken? Maken, ja. Klopt. Helemaal. En jij hebt het klaargespeeld. Huh? Dus, kiboom. Thank you. Nogmaals, je hebt je niet op zijn Surinaams gezegd. Het mag. Ja. Ik bedoel, luister, het jong talent moet je stimuleren. Ja, ik bedoel, ja. Dit programma moet gewoon doorgaan. En als ik dat zeg, ja. Belangrijk voor mij in mijn carrière, geloof het me, is geweest continuïteit. Ja. Elk programma dat ik ben begonnen, heeft jaren geduurd. Ja, een programma als Weet Je. Ja. Ben ik begonnen in 1967. En ik heb het gepresenteerd tot en met 31 januari 1987. Toen ik bij Apinti wegging. Zo. Continuïteit. Zo, de tienerprogramma's, continuïteit. Ja, dus wat je doet, er moet continuïteit in zitten. Ja. De 840 Hit Show, wat ik deed op de zaterdagmorgen. Continuïteit. In de spotlight doe ik nu al bijna 25 jaar. Continuïteit. Ik heb maar bij twee werkgevers gewerkt. Ja. Bij Radio Pinti, ja. 20 jaar. En bij het Staatsziekenfonds weer eens 20 jaar. Ja. Je begrijpt continuïteit. En trouw zijn aan wat je doet. Klopt. Want je zet je hart erin. Je zet liefde erin. Ja. Ja. En dat geeft je plezier en dat geeft jou levensgeluk. Zeker. Thank you very much. Hoor je niet van de kleine man. Ik zeg het nog steeds. Ik ben echt blij om je in de auto te hebben. Super bedankt natuurlijk. Zo, Henk. Zoals we hebben gezegd aan het begin. De 0 naar 100 gaan we ook proberen met deze Cherokee Jeep. Ja. Ben je ready? In zo'n auto ben ik altijd ready. Ja? Ja. Zijn we ready? Mooi zo. Je hebt het gehoord. We gaan het proberen in 3, 2, 1. Let's go. Zitten we op 60. Zitten we op 80. Zitten we op 100. Zo. Ook de jongens van me gaan mee. Thank you very much. De 0 naar 100. De 0 naar 100. Ja, met business. Je hebt niets gevoeld. Dus dat is de wagen. Oké. Comfort, hè. Comfort. Ja, nice. We gaan de boys van me langs. Ja. Yeah. Nice. Jij zegt het. If je loopt eerste wang, dan wil je naar eerste wang. Wat tweede wang dit? Oh, dan de eerste schoen. Een spits uur. Ja. Dus, klopt. Super. Even netjes staan, zodat we direct kunnen hoppen. Zo, we worden gebeld, Henk. Dan moet ik opnemen.
Moet ik echt even opnemen. Laat maar kijken wie ons belt. Ja, hallo. Hi Renato, met Mobile King. Hey Mobile King, hoe is het? Alles goed met jou? Heerlijk. Je weet met wie we zijn. Ik weet dat we niet zomaar bellen. Nee. Hè? Ik heb begrepen dat je een hele belangrijke gast hebt. En niet zomaar iemand. Meneer Henk van Vliet, die gisteren nog een award in ontvangst heeft genomen. Dat zeg je goed, Mobile King. Dat is eigenlijk dubbel reden om hem in de bloemetjes te zetten. Want je weet, bij Mobile King is every customer en nog bij onze potentiële klanten een king or a queen. En in dit geval een hele belangrijke Suriname. Super, Mobile. Waar mogen dus jullie ontmoeten? Ja? Rij gewoon waar je het gewend bent af te halen. Super. Laat meneer Henk Bakliet mooi in de bloemetjes zetten. Helemaal goed. We zien je zo. Tot zo. Hi, bye bye. Super, jij hebt het gehoord. Mobile King, we moeten even rijden. Yes. Okay. We kunnen veel in dit land hoor. Ja. Echt waar. We kunnen heel veel. Maar we moeten willen. Ja. Weet je? En als je iets doet, moet je het met liefde doen. Want hoe je hier naast mij zit. Mm-hmm. Ja. Wacht even, verkeerd. Ja, de jongens. Ja, hoe ik naast jou zit? Weet ik 100% mm-hmm. zeker, zoals jij hier naast mij zit, ja? Dat je dit met liefde doet. Heel. Ja. Ik denk heel dat, veel. Al zou je weinig opbrengen, je toch zou doen en willen doen. Zeker. Want het geeft zoveel levensgeluk. En laten we eerlijk zijn, levensgeluk is niet te koop. Nee, is niet te koop. Nee. Je doet het en je geniet. En dat heb ik ook met mijn presentaties op het podium, weet je. Ik voel me als een vis in het water op het podium. Yeah. En dat geeft me zoveel energie, zoveel levensgeluk. Het is geen werken. En je geniet ervan. Je geniet ervan. Henk, goed hoor. Mobile King. Mobile King. Ja, we zitten hier. Ze zijn hier aan de kant. Ze komen eraan. Laat me even de deur open doen. Ze komen eraan. Even wachten. Laten we kijken. Dan wordt er een geschenkje aan je gegeven. De cameraman moet even ready staan. De fotograaf staat ook ready. En daar gaat de deur open. Mobile, je mag blijven zitten hoor. Zo, kijk, een van de belangrijke Surinamers. En niet zomaar iemand, meneer Henk van Vliet. Je weet, bij Mobile King is iedereen een koning. En u verdient het, vooral met alles wat u heeft gedaan voor Suriname en de Surinamers. Dit wat we doen, is eigenlijk een kleine gesture. Alsjeblieft, een kroon voor de koning. Super. Yes, en namens Mobile King, een pakketje voor u. Hartelijk dank, Mobile King. Alsjeblieft. I feel like a king right now. You are a king. Thank you. Even in de camera kijken. Super, thank you. Dank u. Thank you. Zo, je ziet het, hoe het aan toe gaat. Je wordt verrast. Ja, en verwend. Zeker weten. Super. Dat is geweldig, man. Dan mogen we hem even achterzetten. Ja, je mag hem even op de achterbank leggen. Yes. Henk, we hebben een leuke dag gehad. Ik zou zeggen, er is een flesje water in je deur. Want we takkie. Yes. Dus dan gaan we lekker even. Het is goed gevuld hoor, let op. Dat hij niet valt, want het is heel goed. Ja. Ik heb het gemerkt de laatste tijd. Als je openmaakt, moet je echt even voorzichtig zijn. Zeker. Lekker van een van onze partners, Aldi mee. Lekker flesje Diamond Blue. Ja, verkwikkend. Want water hebben we nodig. Even kijken wat de heren van Improzer willen doorgeven. Zeg het maar. Dan ga je van nu naar Murphy's opzetten. En dan krijgen we een seintje. Helemaal goed. Dan doe ik de horen voor je dan opreden. Dan gaan we opreden. Ja. Helemaal goed. Thank you very much. Yeah. We hebben het gehad. We hebben lekker gereden. Yeah. We hebben lekker een lekkere gebabbeld. Yes. We gaan dus nu iets lekkers eten. Ja. Yeah. Henk, je ziet er goed uit. Je ziet er goed uit. Ik heb die kroon net op mijn hoofd toch. Dus, ik krijg hier het gevoel, hè? Ja. Wie rest dit? Er is weinig, maar dat weinige moet goed zitten. Zo, Henk. We hebben het gehad. Mobile King. Verrast. Hey, helemaal. Dit is zo'n prettige tocht geweest. Ja. Je bent een geweldige gastheer, moet ik zeggen, man. Aangenaam. Thank you very much. Nogmaals. Enjoy the trip. Super. Alsjeblieft, service with a smile.
Love it, love it. Nice, nice. Ja. Ik zou zeggen, en jij wacht nu weer, gewoon jaar. De heren van Improzer komen to de auto uit. Let's go, let's go. En vamos, amigo. De camera moet eruit. Ja, dat wordt zo uiteraard door de camera boy. Oké. Okay. Zo, Henk, wat een dag. Je mag het zelf zeggen. Nou, ik heb genoten. Yeah. Geweldige trip. Yeah. Gezellig babbeltje, dat vooral. Super, ja. Yeah. Een leuke gast hier. Yeah. En tot slot een lekker hapje hier. Bij Murphy's. Bij Murphy's. Yeah. That's life. That's life. Yeah. Oh, je hoorde het. But in style. Yes. Helemaal in style. Thank you very much. Het was een genoegen, ook namens mij en mijn hele team, die achter de schermen staat. Om dit waar te maken natuurlijk. Zodat we je in de auto konden hebben. Lekker thuis opgehaald. Lekker rondgereden. Maar in Business in Style sturen we onze gasten geladen weg. Theodoro. Kom je met lege handen. Maar wanneer je gaat, ga je met... Ben je voor Anu van Odu. Dus mijn productielijn staat klaar. Namens GoTo, partner van ons, krijg je nog meer geschenken. Alsjeblieft. GoTo. Het is een beetje aan het motten. Dus ik zou zeggen, maak gretig gebruik hiervan. Ook een paraplu. Super. Ja, met de buien tegenwoordig. Ja, zeker. Namens yes. Lavish, ook een partner van ons, krijg je een gevuld tasje. Dus mag je zelf thuis gaan kijken wat er voor je is geplaatst. Zo. Alsjeblieft. Dat tasje alleen is al zo mooi. Is al mooi. Alsjeblieft. Super. Dank je. We hebben lekker water gedronken in de auto. Die hebben we nodig, altijd. Dat is belangrijk. Namens Aldi May. Ook een partner van ons, krijg jij een gevulde tas. Dat voel je, is ook een gewichtje aan. Dit is een zware boy. Dit is een zware boy. Zware boy. Dat is zeker een zware boy. Als ik dit even, heb ik iemand om dit even weg te zetten voor me alsjeblieft. Dank you. Anders wordt alles hier een beetje vol. Ja, dat glas vooral. Anders super. Ja. Henk, je is meer sweetie. Dus ik ga ervan uit, laat me dit even wegzetten. Je is meer sweetie. Dus ik ga ervan uit. Ozon, gebruik je. Ozon. Namens CIC, ook een partner van ons, krijg je een gevulde mand. Mooi man. Je mag hem even laten zien. Ja. Producten als producten voor de wasbak, voor de badkamer, voor de kleding. Everything is here. Everything is here. Wasverzachter, je karkong. Ja, alsjeblieft. En Surinaams product. En Surinaams product. Ja, ja, ja. Even liggen. Ja, ja. Dan schrijf ik dit dan even aan de zijkanten. Als we dit dan zo liggen. Ja. Je hebt gisteren je award ontvangen, de Vocational Excellence Award. Maar we zetten je extra in de bloemen vandaag. Namens Royal Flower, een partner van ons, krijg je een boeketje. Alsjeblieft. Ik hou van bloemen. Geweldig. Ik geef het een mooie plek in huis. Zal je zeker krijgen. Zeker, super, super. Zeker weten. Mooi, mooi, mooi. We zijn nog niet klaar, hè? Dat is aan de span. Ja. Look, Timtak, je komt in Business in Style. Dan kom je in Style. En dan kom je... Ben je een koning? Wat is de kroon van meneer? Dat is een auto. Oké. Voor dit keertje. Ik word gekleed door Mimosi. Krijg jij een waardebon van €50. Ze zijn in de Hermitage Mall. Dan mag je een shirtje of een broek, anything wat je nodig hebt, gaan halen. Alsjeblieft. Wauw. Namens Mimosi. Lek van je Yusref Takking. Er is niet veel, maar wat er is moet goed zitten. Namens... De Secret Cut, hoek Poelenpantje daar, tegenover Ramsharan Slijterij. Ja. Krijg jij een VIP-behandeling van de Secret Cut. Alsjeblieft. Dus binnenkort loop ik met een andere kapsel. Met een andere kapsel, helemaal. Dank je, dank alsjeblieft, dank je, namens dank je, dank je, de Secret Cuts. Geweldig. We hebben in een lekkere bak gezeten, comfortabel, trap allemaal, van 0 naar 100.
Nak wel toe, schuine bocht. Yeah. Hij reed lekker, hè? Absoluut. Helemaal. MN Car Center, in samenwerking met Business in Style, stuurt voor Henk van Vliet 5 maal wasbeurten voor je auto binnen-buiten. Alsjeblieft, dat zet hier. Zo! Alsjeblieft. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. 3 maanden geldig. 3 maanden geldig. Dus elke maand een keer. Elke maand een keer. Nee, 5 wasbeurten. 5 wasbeurten. Binnen 3 maanden. Binnen 3 maanden. Dus dat wordt even wat. Dat team goes snel. Dus ze zien me steeds in een mooie glanzende auto rijden. Helemaal goed. Iedere keer voordat je naar een event gaat, je gaat wasawagi. Yes. Helemaal goed. Henk, het was me genoegen je te hebben in staal. Dus ik zou zeggen, vanaf vandaag doe jij jouw business. In staal. Helemaal goed. Thank you very much.